Ik zit vandaag heerlijk bij de vijver bij Wereldtuin Verdeliet. En dat is goed toeven hier. Maar andere mensen die zijn heel hard aan het werk vandaag. Het is namelijk NL Doet. Normaal gesproken is dat in maart. Maar ja, wegens corona en dat soort dingen is het verzet naar 28 en 29 mei. Dus nu. In Kuik doen ook verschillende mensen mee, waar wij een kijkje gaan nemen. Bijvoorbeeld, we gaan even kijken bij JVC, want daar zijn heel veel vrijwilligers aan het werk. We gaan een kijkje nemen bij de Scout in Kuik, natuurlijk hier bij Verdeliet. En gisteren was Piet al even naar Castella, want ook daar zijn verschillende activiteiten. En al doet het grootste vrijwilligersproject van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Op heel veel plekken in Nederland is er nu iets te doen. Wij beperken ons natuurlijk tot Kuik. Graag laten we u zien hoe actief heel veel vrijwilligers hier zijn. Hier wordt volop geharkt in dit geval. En ik heb gehoord dat dit Ria is. Ja. En Ria, jij bent voor het eerst bij Verdeliet. Ik ben voor het eerst bij Verdeliet. Ik ben er wel een keer op een open dag geweest. Ik vind dit gewoon een heel erg mooi initiatief. Om mensen hier te laten werken. En met name samenwerken en samen plezier hebben. En nou ja, in de tuin werken is natuurlijk een van de mooiste dingen. Vind ik tenminste, want ik hou daar heel erg van. Ja. Ja. En vandaag dacht je van nou, dit is een dag om eens te proeven hoe Verdeliet is? Precies. Inderdaad, proef wat Verdeliet is en wat voor mensen hier komen en wat de doelstelling is. En sowieso om te leren van elkaar. Want het zijn altijd natuurlijk dingen die ik zelf zou willen leren. En hoe je een basis maakt en hoe je de planten zaait. En ik weet wel iets van tuinieren, maar nog niet genoeg. En ik denk, nou, dit is een hartstikke mooie kans. Ja. En ik vind het leuk om mensen te ontmoeten. Dat is zeker belangrijk, hè? Maar ik zie jou nou gewoon, ik zie jou hier harken. Ik neem aan dat je dat toch niet meer hoeft te leren, of wel? Nou, het harken hoef je niet te leren, maar ik heb gewoon gekeken van wat is er voor werkzaamheden op dit moment. En daar heb ik me gewoon bij aangesloten. Dat is geen probleem. Helemaal niet. Lekker vroeten in de aarde vind ik helemaal niet zo erg. Ja. Nee. NL Doet, heb je daar al vaker aan meegedaan? Ergens anders misschien? Ja, binnen mijn eigen werk. En daar hebben we ook een belevingstuin. En daar wordt ook iedere jaar iets met NL Doet gedaan. Alleen dit jaar helaas niet vanwege de corona. Omdat het te kwetsbare cliënten zijn en we daar dus niet kunnen doen. Ik dacht van, ik wil toch iets voor NL Doet betekenen. En toen dacht ik van, nou, dit is mijn kans om hier op Verdeliet iets te gaan doen. Ja. En nodigt dit nu ook uit om hier vaker te komen? Dat weet ik wel zeker. Ik wil me eigenlijk al als vrijwilliger gaan opgeven. Kijk, ja. Hier Verdeliet. Je hebt er alweer één bij. Ja, ik heb wel begrepen dat er heel veel vrijwilligers zijn. Wat ik zelf ook wel heel erg belangrijk vind, is dat het ook een toegankelijke plek gaat worden voor mensen. Of ze is voor mensen uit de omgeving. Dat zou ik eigenlijk het allerleukst vinden. Daar iets voor betekenen. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja. Dus je hebt ook nog een speciaal doel hier binnen Verdeliet? Dat zou wel heel mooi zijn, maar ik heb al wel begrepen dat ze daar heel veel, heel hard aan het werk zijn. En ik vind dat een heel mooi doel. Dus niet alleen een eilandje, maar juist dat het een geheel gaat worden in deze wijk. En ik vind het een ontzettend mooi initiatief. Kijk. Ja. Nou, ik merk wel, u bent helemaal op de goede plek hier. Ik hou u niet langer van het werk af, want er moet nog een heel stuk gebeuren. Dus ik zou zeggen, nou, hark ze. Dankjewel. En dankjewel voor de tijd. Graag gedaan hoor.
En nu zijn we bij de blokhut, bij de scouting. En kijk, hier wordt hard gewerkt. Ja, zeker. Zeker. Dat is de bedoeling, hè? Ja. NL doet. Ja, corona, dus je komt nergens. Ik ben 2 jaar geleden voor het laatst bij de scouting geweest. Dus ik vond dit wel een mooie gelegenheid om en nuttig bezig te zijn. En eens even met de scouting in gesprek te zijn over hoe het gaat. Dus nou, we hebben er fantastisch weer bij. En ik zei net al, ik doe net alsof ik dit soort dingen kan, maar ik geef het alleen maar aan. Dat is mijn nut vandaag. Oké, maar aangevers zijn ook belangrijk bij zoiets, hè? Vandaag ben ik de aangever en dat gaat goed, geloof ik. Ja. Hoe belangrijk is vrijwilligerswerk volgens de gemeente en volgens u? Ja, kijk, superbelangrijk. Het is verenigingen, het verenigingsleven biedt de samenleving heel veel. Hè. Het is het cement van de samenleving. En het is heel moeilijk om vrijwilligers te vinden voor alle verenigingen. En dat is het aardige van NL Doet. Dat we toch weer even bewust maken wat je allemaal kan doen. En ook hoe leuk en nuttig het is. Hè. Je ontmoet mensen en het heeft ook gewoon een meerwaarde voor de samenleving. En heel praktisch voor mij is dit gewoon een hele laagdrempelige manier om met de scouting weer eens bij te praten. En ook gewoon wat bij te dragen, anders dan werk of dingen die voor jezelf zijn. Maar dit is voor samen. Ja. U bent al vaker betrokken dus, schijnbaar bij de scouting. Want u zei 2 jaar geleden was ik ook hier. Was dat ook voor NL Doet of voor andere zaken? Nee, dat was aan de waterkant bij de opening van, ik weet niet eens hoe ik het precies moet noemen, maar de loods. De loods, hè, ja. En dat was een opening, dat was niet NL Doet. En normaal zou je misschien vaker, hè, de Scouting Kuik bestaat dit jaar 75 jaar. Maar ja, helaas in het water gevallen door corona. En anders hadden we daar bijvoorbeeld als gemeente ook wel wat meer aandacht aan kunnen besteden. Hè. Nou ja, dat lukt nu niet. Nou gaat overigens dit jaar, heb ik net begrepen, wel op een andere manier gebeuren. Kijk. Maar dus het is een mooie gelegenheid om weer even contact te hebben. Ja. Letterlijk een steentje bij te dragen, hè? Heel goed, precies dat. Ja. Precies dat. Ja. Doet u normaal gesproken ook aan vrijwilligerswerk? Of is het alleen vandaag tijdens NL Doet? Dat is een goede vraag. Ja, ik ben eigenlijk vooral actief zelf in het culturele leven van Kuik. In mijn geval Harmonie Gaudete in Domino. Waar ik tot voor corona wat hand- en spandiensten deed, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk ook een beetje waar ik nog tijd voor heb naast het werk en de andere dingen. Dus maar dat is ja, dus bij de harmonie actief zijn is dan mijn deel. En natuurlijk, nou ja, je doet af en toe ook nog wat in je eigen netwerk voor mensen die soms wat nodig hebben. Ja, ja, oké. Nou, dankjewel voor de tijd en voor de stoep. En ja, blijf bezig, hè, met vrijwilligerswerk. Ja, heel goed, dankjewel. Jullie ook, hè. Dankjewel. Maar nog tot 4 uur zijn we net, hè? Dus als je allemaal aan je neemt, wordt dat weer ook niet. 12 uur. En dan zijn we bij JVC aanbeland en het is hier een drukte van belang. Er is van alles te doen, maar zeker ook heel veel mensen voor NL Doet. En hier heb ik even bij de microfoon de heer Van Elk de Vreese, voorzitter van JVC. Kijk, en u bent ook aan het werk hier vandaag? Ja, ik doe wat hand- en spandiensten die anderen weer niet kunnen doen. Dus ik spring dan in, her en der. Maar ja, het is natuurlijk leuk om dat te doen natuurlijk. Hè? Want mensen die, je ziet ze dat ze er echt zin in hebben om dit prachtige weer, om dan buiten te zijn. Eindelijk weer eens een keer na vele maanden dat we binnen moesten blijven, is dit natuurlijk ideaal. Ja. En voor ons als vereniging is het nog veel beter. Want er zijn een hele hoop zaken blijven liggen die nu in feite aangepakt kunnen worden. Hè? Ja. Want dat wil ik vragen. Wat gaan jullie doen met de NL Doet vandaag? Nou, je kunt eens rondkijken. Boarding moet schoongemaakt worden. We zijn bezig hier met de plantsoenen. Dit is plantsoenenwerk. Boven zijn ze bezig met de keuken. Het voorbereiden van, we hebben na die activiteit hebben we ook nog een kleine maaltijd. Dus die zijn ze boven aan het voorbereiden. Ja, en dan zijn er natuurlijk achter, zijn er mensen aan het lassen. Want dan moeten de kleine doeltjes voor de jeugd, die moeten weer aan elkaar gelast worden. Er moeten weer nieuwe netten in. En dan zijn ze achter mee bezig. Dus er zijn een hele hoop werkzaamheden die nog moeten worden gedaan. En daar zijn ze hard mee bezig. Ja. En
er zijn heel veel mensen. Hoeveel mensen heb je ongeveer aan het werk vandaag? Op dit moment hebben we 33 mensen aan het werk. En dat zijn allemaal vrijwilligers, allemaal ouders van kinderen die hier spelen. En anderen natuurlijk. Hè. De echte, de harde kern van onze vrijwilligers, die is er natuurlijk ook. Helaas hebben we de nestor van de mensen die het onderhoud doen, die hebben we helaas niet onder ons. Omdat die gisteren zijn broer is overleden, dus die moest afmelden. Dat is jammer. Van hieruit nog gecondoleerd, als jij hier in ieder geval kijkt. Heel veel mensen, maar wat je zegt, bijvoorbeeld een boarding die schoon moet gaan. Gebeurt er dan maar één keer in het jaar? Nee, dat gebeurt meerdere keren in het jaar. Alleen, we hebben natuurlijk, en dat is denk ik iedere vereniging, veel te weinig vrijwilligers. Dus het kan soms maar 2 of 3 keer per jaar. En het moet eigenlijk veel meer, want als je die natte periode hebt gehad, die we nou gehad hebben vanaf maart, ja, dan is dat uitgeslagen groen. Dan krijg je daar haast niet meer af. Hè? En als je dat snel doet, dan heb je nog wel de kans dat je het snel eraf kunt halen. Maar ja, daar moet je wel mensen voor hebben. Ja. Dus en daar zitten alle verenigingen mee, veel te weinig vrijwilligers. Ja. En kan JVC bestaan zonder vrijwilligers? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Er is geen enkele vereniging die kan bestaan zonder vrijwilligers. Dat is eigenlijk de harde kern van alle verenigingen. Ik denk zelfs, ik durf het zelfs hardop te zeggen, van de hele maatschappij. Want als er geen mensen zijn die via verenigingen vrijwilligerswerk doen, of anderszins, ja, dan kun je de samenleving niet draaiende houden. Nee. Je hebt echt vrijwilligers nodig. Precies. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En daarom houden u ook niet langer van het werk. Nee, want u was ook bezig, hè? Ik was ook bezig. Oké, nou. Hand- en spandiensten noemen ze dat. Ja, dus ook belangrijk. Ja. Heel veel succes vandaag. Dank u wel. En ik zou zeggen, film door. Dank u. Oké. Weten. Ze riepen zojuist al, niet te lang, hè, want er moet gewerkt worden. Absoluut. En zo is het, hè? Ja, zeker. Ja, en al doet vrijwilligerswerk, nou goed, naast dingen die je normaal al voor je eigen vereniging doet en voor andere zaken, maar is belangrijk dat je ook laat zien dat er nog heel veel klusjes zijn bij allerlei instanties, verenigingen en noem het maar op. En dus college, waar ik onderdeel van ben, doe graag mee. Ja. Dus vandaag niet in het nette pak, maar in een vuile broek. We hebben wat oudere kleding uitgezocht, maar dat moet ook kunnen. En dan kun je lekker aan de slag. Ja. Wat bent u aan het doen vandaag? De bebording rond het hoofdveld schoonmaken aan de achterkant. En aan deze kant is het het meest erge. Maar dan heb je ook eer van je werk, want het is groen en het wordt wit. Ja. Hoe belangrijk vindt u het zelf dat er NL Doet is? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, want elke vereniging die draait voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Ja, dan verlopen er wel eens, dan vallen er wel eens af. Nou, en het is goed om dan steeds weer nieuwe bij te kunnen krijgen. Dit is even een dag dat het extra aandacht krijgt. En de mensen zeggen van ja, waarom zou ik niet een keer in de maand of een keer in de week of gewoon kleine klusjes doen. Want vele handen maken licht werk. Dat is een heel mooi spreekwoord wat erg toepasselijk is. Ja. Vandaag zijn er heel veel vrijwilligers hier. Ja. U ook. Ja. Maar gaat u de rest van het jaar ook nog vrijwilligerswerk doen of is het deze dag? Nee, ja goed, uiteindelijk probeer je overal hand- en spandiensten te verlenen. Ik ben ook lid van mijn eigen zwemclub waar je hand- en spandiensten verleent, waar ook altijd wel wat te doen is. Maar ik hoop dat iedereen met of zonder eigen club of waar dan ook gewoon een handje kan helpen. Al is het maar, dan hoeven we niet in bij een vereniging. Je kunt ook gewoon even langs de weg wat rotzooi oprapen, want die blijft er ook nog veel te veel liggen. Juist. En dan kunnen we zalig genieten van die mooie, geweldige omgeving in Land van Kuik, zeg ik dan maar bij. Precies. Nou, meneer Jensen, u moet weer aan de slag, hè? Er is nog heel veel groen en dan moet allemaal weer wit worden. Oké. Goed, succes jullie ook. Wanneer gaan jullie aan de slag? Nu? Dat dacht ik al, hè? Jullie dit doen ook helemaal vrijwillig. En dat hoort er ook bij. Hey? Okay. Succes jullie ook. Dank en jullie zien wel waar de rest is, hè? Okay. Dank u wel. Hoi. Doei.